uitleg over straling. Nou, aan het einde van deze les kun je aangeven dat er verschillende soorten stralingen zijn en toepassingen daarvan noemen. En we gaan het over doorlaten en absorberen van straling hebben, röntgenfoto's en ioniserende straling. Wat je hier ziet is een overzicht van de soorten elektromagnetische stralingen die we gaan bespreken. Nou, zoals je ziet hebben we radiogolven, microgolven, infraroodstraling, zichtbaar licht, UV-straling, röntgenstraling en gammastraling. En het zichtbare deel, dat is het spectrum wat we kunnen zien, is van rood tot violet voor de mens. Nou, laten we ze één voor één bekijken. Radiogolven, dat zijn op zich de langste golven, van rond de meter. En radio zet die golven om in muziek en spraak. Je mobieltje werkt ook met radiogolven meestal. Microgolven zijn ietsje korter, rond de 10 centimeter. Golven van de magnetron, een radar bijvoorbeeld, zijn voorbeelden van microgolven. Zichtbaar licht, dat heeft een spectrum met een golflengte tussen de 380 nanometer. Nou, dat is miljardste meter, 380 miljardste meter bij violet. En rood 780 nanometer. Dus in verhouding zijn dit de langste golfjes en dit de kortste. Wat je nou ziet is dat na violet, ultraviolet komt. En dat is onzichtbaar voor de mens. Dat valt buiten het zichtbare deel. En het wordt toegepast om bijvoorbeeld geld te herkennen van echtheid. Door een fluoriserend stofje. Maar dat is ook gevaarlijk voor huidkanker. Voor rood zit infraroodstraling. En dat is gewoon warmtestraling. Voorbeelden van infraroodstraling. Warmtelamp, afstandsbediening bijvoorbeeld of een infraroodetector. Gammastraling, dat zijn hele korte golfjes en die kan gebruikt worden voor bijvoorbeeld het vernietigen van een tumor. Ook erg gevaarlijk om dan in de buurt te komen waar die straling heerst. Daarom wordt de rest met een lode schort normaal afgeschermd. Nou, de röntgenstraling, die kennen we waarschijnlijk van Willem Röntgen. Van zijn onbekende straling die van een lamp werd uitgezonden die dwars door lichaam heen ging, door het vet en de spieren tenminste. En die onbekende straling noemen ze X-ray. Dat zijn ook bijzonder korte golfjes. Nou, hoe zit dat met die röntgenstraling? Zoals je hier ziet, zie je het al. Die straling die gaat niet door de botten heen, waardoor je een schaduwgebied krijgt daarachter. Alleen is het een negatief, dus donker en licht zijn omgekeerd qua kleur. Röntgenstraling is, net als gammastraling, kankerverwekkend. UV-straling trouwens ook. Het is allemaal ioniserende straling. Dat maakt moleculen kapot. En hoe zit dat precies? Die straling die wordt door de botten geabsorbeerd, terwijl de spieren en het vet die straling doorlaten. Nou, dan krijg je een schaduwbeeld achter de botten. En de schaduw is wit in plaats van zwart, omdat het beeld een negatief is. Hier nog een voorbeeld om te kijken wat er in het koffertje zit, of er metalen voorwerpen in zitten met röntgenstraling. Nou, wat is die ioniserende straling? In het menselijk lichaam zit DNA en die stof bepaalt de bouw van je lichaam. Bijvoorbeeld hoe je botten eruit zien, wat de vorm van je gezicht is, de kleur van je haar. En als het menselijk lichaam ioniserende straling absorbeert, dus opneemt, kan dat DNA beschadigd raken en dat heeft vervelende gevolgen. Kijk maar eens hier, hier valt ioniserende straling op een H2O-molecuul, een watermolecuul. En vervolgens wordt dat geabsorbeerd, maar het molecuul verandert, waardoor je genetisch materiaal kan veranderen. Nou, doordat ioniserende straling moleculen kapot maakt, en UV-straling is licht ioniserend, maar gamma- en röntgenstraling is sterker ioniserend, wordt je DNA dus vernietigd, zeg maar, en dat kan vervelende gevolgen hebben, dat je kanker krijgt of je kinderen misvormd raken na bijvoorbeeld een kernramp.